De in in het hele land die doen een oproep aan de formerende partijen. Eh, Verlies de financiering van gemeentes niet uit het oog. En ook de Haagse gemeenteraad die heeft zich inmiddels eh, in ieder geval voor een motie gestemd om zich bij deze oproep aan te sluiten. En hierbij mij in het studio de indiener van die motie, GroenLinks-fractievoorzitter Maarten de Vuist. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, we maar gewoon bij het begin beginnen. Wat is er aan de hand? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, iedereen weet wel dat de gemeente geld uitgeeft. Maar dat geld moet ergens vandaan komen. Mm -hmm. En het meeste geld wat de gemeenten uitgeven komt eigenlijk van het Rijk. En het Rijk vraagt ons om daar bepaalde dingen voor te doen. Bijvoorbeeld uh, mensen die uh, uh, geen werk hebben een uitkering te geven. Mensen die, met, uh, die niet zelf kunnen rijden met de taxibus op te halen. Of uh, mensen die jeugdzorg helpen. En dat geld wat zij geven, dat is berekend, is niet genoeg. En okay. dat uh, leidt voor ons dat wij dus structureel geld tekort komen van het Rijk. En dat, uh, nou ja, dat is een beetje schandalig eigenlijk. Ja, maar hoe, hoe komt het dat, dat die tekort overloop? Hebben jullie heel veel extra taken gekregen? Of is er is het gewoon inflatie. Uh... Nee, toen die, die taken zijn eigenlijk allemaal in de periode. 2000, een groot deel van die taken is in 2015 naar ons toegekomen. En toen zei de gemeente al: joh, niet voor een of ander. maar we denken dat het niet genoeg is. En het Rijk zei, nee joh, jullie kunnen zitten dichter bij de burger, jullie kunnen dat efficiënter doen. En dat blijkt uh, gewoon echt niet waar te zijn. Want er wel, we zitten inderdaad dichter bij de burger. De burger weet ons makkelijk te vinden. Wat eigenlijk leidt dat er meer gebruik wordt gemaakt van, uh, van voorzieningen. Ja. Uh, wat op zich goed is, want als jij recht hebt op die voorzieningen, moet je gebruik van kunnen maken. Maar wat voor ons? Ja, Al sinds 2015 structurele problemen oplevert. Ja. En vandaar dat raadsleden in het hele land nu zeggen: Joh, Rijk, leuk geweest. Geef ons het geld. Waar we eigenlijk ook gewoon recht op hebben. Want hoe hebben jullie dan tot, tot, ja, sinds 2015 tot nu uh, gered? Want als je in 2015 eigenlijk al te weinig geld. Ik zeg maar als ik in 2015 te weinig geld had. dan was ik inmiddels wel echt uh, drie keer over de kop, zeg maar. Ja, wat, wat daarvoor gebeurt. Wat daarvoor gebeurd is, is dat uh, één. Dat geld, wat we in zogenaamde reserves, de spaarrekeningen van, van de gemeente hebben staan, hebben gebruikt. En we krijgen ook incidenteel geld binnen, wat we weer, uh, nou ja, wat je voor één jaar binnenkrijgt en wat je in één jaar kan uitgeven. En dat geld hebben we heel lang gebruikt om onze structurele kosten, om die maar te dekken. Ja. En dat, uh, dat is een vrij ongezonde situatie. Ja. En dit is een probleem wat landsbreed speelt hè? in heel veel gemeentes. Ja. ja, en het wordt nog erger in 2026. Dat weten we ook, want dan is er een, uh, een korting aangekondigd die voor Den Haag zo'n uh, 16 miljoen is. Uh, die staat nu al in de boeken. En daarvan hebben wij nu gezegd, joh, het is leuk, maar uh, in 2026 zie je een tekort van 16 miljoen in de Haagse begroting, want je geeft ons er het geld niet voor. En die 16 miljoen, we komen nog veel meer tekort dan dat uh, wat het Rijk ons eigenlijk echt zou moeten geven. Om onze mensen in Den Haag te kunnen helpen. Ja. ja, want wat gebeurt er dan eigenlijk op het moment dat dat, dat extra geld niet komt? Dat betekent dat echt dat je als gemeente uh, taken moet gaan afschalen of bepaalde dingen gewoon niet meer kan doen? Ja, dat is. Uh, je, je hebt een aantal opties hè? Je zou ook kunnen zeggen, je gaat als gemeente proberen meer geld uh, op te, in te halen. Dat is dan uh, de, bijvoorbeeld de OZB, of. Uh, maar dat is, dat is maar heel beperkt wat we daar kunnen doen. Moet ik ook ik als links-politicus toegeven, we, kunnen, we zouden de OZB nog verder kunnen verhogen, maar het. Uh, het bedrag op te tekort komen, zouden we er bijna niet mee kunnen vullen. Nee. Dus wat je gaat doen, is, is proberen. Kunnen we projecten een klein beetje uitschuiven, zodat we weer een jaar gedekt hebben. Je gaat dat soort uh, dingen doen. Ja. Maar er heeft ook iemand voorgesteld in de gemeenteraad. Alle taken van het Rijk die we gekregen hebben, die doen we niet meer. zolang we het geld niet hebben. En uh, dat is een uh, mooi dilemma. Ik denk dat dat een slecht idee is. want dan geef je mensen dus geen werkloosheidsuitkering meer. Dan nee, de ook. Het WMO en zo is het ook allemaal daar natuurlijk vanuit het Rijk op een gegeven moment bij de gemeentes neergelegd. Ik heb een hoop discussie toen over geweest. maar dat ja. is nu zo. Als je dat niet meer zou doen, dan komen echt mensen die, die het het hardst nodig hebben. in de knel. Precies, dan heb je mensen die, uh, die, die zelf hun huis kunnen niet schoonmaken. ja, dan wordt dat huis niet meer schoongemaakt. Dan heb je mensen die uh, zelf moeilijk met het openbaar voer of geen auto hebben die, die blijven thuis zitten in de eenzaamheid dus dat nou ja, uh, Hart vandaag heeft dat één keer voorgesteld ik dat vinden wij geen goed idee is ook geen meerderheid om verder de belastingen te verhogen uh, dus we zitten we zitten krap en we, uh, ja ik zal niet zeggen dat we het houtje touwtje oplossen want daar doet uh, wethouder brouines echt veel te goed haar best voor met steun van vele partijen moet ik toegeven maar het is echt wel tijd voor een signaal en dat heeft ook wethouder brouines in deze begroting laten zien Rijk, zo kan het niet meer. Ja. Er is nu dus een actie begonnen vanuit meerdere gemeenteraden. Ja. En Den Haag onder ons die, uh, die oproep eigenlijk ook nu. Is het eigenlijk gebruikelijk dat gemeenten zich op die manier... echt gezamenlijk ja, eigenlijk verenigen? Of in ieder geval een gezamenlijke oproep richting het Rijk doen? Nou, het gebeurt natuurlijk altijd wel in VNG-verband. Uh, en dan, dan zijn gemeentes die het doen. Maar wat nu wel speciaal is... Vereniging Nederlands gemeenten. De Vereniging Nederlands Gemeentes, ja. Maar wat nu heel wel speciaal is, het zijn raadsleden. Het zijn de raadsleden Zoetermeer die zijn begonnen met deze actie. Uh, raadsleden in verzet. En uh, ja, en, en dat, is, dat is wel uniek. Dat raadsleden nu zeggen, en dat, dat is echt van alle partijen, of het nou lokale, of de VVD, of GroenLinks is, uh, dat mensen zich daarbij aansluiten en zeggen: joh, dit, uh, dit kan niet. Ja. Want, want wat, wat zouden jullie nu concreet willen dat er gedaan wordt vanuit de landelijke overheid? Nou, de, het, het eerste is heel simpel. Uh, het eerste is dat uh, is dat, die, dat zogenaamde ravijn, een, uh, een uitspraak van uh, de heer Van Zaanen toen hij de voorzitter was van de VNG, de Verenigde Nederlandse Gemeente, dat dat van de tafel is. Dus laten we daarmee beginnen. Maar daarna, uh, het is heel raar, maar de gemeente Den Haag voert ieder jaar een rechtszaak tegen de, tegen de landelijke overheid over de, de, de uitkeringen voor, uh, voor mensen in de bijstand. En, dat, dat, en die winnen we. Maar dat geld komt dus dan, zes jaar na datum, komt het dan eindelijk uh, onze kant op. Nog een manier ja. trouwens, om het uh, structureel gat te dichten. Uh, sorry, maar kunnen we gewoon het geld krijgen waar we recht op hebben? We komen 27 miljoen tekort per jaar. Want heb ik er enig beeld op? Wa waarom... We, uh, uh, zeker als die rechtszaken steeds gewonnen worden. Wa waarom geeft de Rijksoverheid dit niet? Nou, als je dat voor alle gemeenten tegelijk zou moeten doen, dan gaat het ineens om een groot bedrag. En uh, dat is. Tijdens corona natuurlijk, met heel veel miljarden heen en weer uh, geschoven. Uh, maar dit is niet... Uh, ja, hier heb je een beetje wat je zegt, hè. Uh, uh, ga, ga hier met het Maliveld op met alle gemeenteraadsleden. Nou, ik denk dat we inmiddels dichtbij zijn. Dat, dat we zoiets gaan zien. Ja. Dat uh, gemeenteraden zich gaan verzamelen voor een demonstratie op uh, het Maliveld. Ik denk niet dat ze de A12 zullen bezetten, dat is het goede nieuws. Maar uh, het Maliveld dat zie ik nog wel gebeuren. Ja. Ja, het, het probleem is eigenlijk, alle, dit, dit hele onderwerp is in de Tweede Kamer controversieel verklaard. Totdat de formatie afgelopen is. Dus dat betekent, een beetje afhankelijk van uh, ho hoe lang het duurt voordat ze er met elkaar uit zijn. Dat dit nog even in de ijskast ligt. Ho hoe snel moeten jullie eigenlijk hier, uh, over die, als we het specifiek over 2026 hebben, dat jaar. Hoe snel moeten jullie uitsluitsel hebben, wil je een beetje lange termijn plannen kunnen maken? Ja, de is nu te laat. Oké. Okay. Uh, ja, gewoon even heel... Klip en klaar. Wij worden. Gisteren was het. Uh, nou, anderhalf jaar geleden. Was nog beter geweest. Ja. Um, wij worden. Als gemeente moet je een begroting maken voor vier jaar. Dus dat is 24, 25, 26 en 27. Dus dat tekort tot we 26 hebben, staat ook al eens 27 in onze boeken. Volgend jaar maken we een begroting voor 26, 27, 25, 26, 27, 28. Dat zijn er drie jaren met dat tekort. Dus. Uh, het is eigenlijk, het is al uh, te laat, en dat, dat laten we nu zien in de boeken, dat het te laat is. Uh, en dat weet iedereen bij het Rijk, dat dat uh, te laat is, lijkt mij. Ja, dus niet min als dat geld ineens toch komt, uh, vinden jullie daar wel een plek voor? Uh, dan is het heel simpel, dan hebben wij geen tekort meer in ja. 26 en 27. Als dat eerste geld van de ravijn zou komen, en dat andere geld, ja, dan zouden we zeker ook uh, wel, wel een oplossing voor vinden. Want je, ja, uh, wel. Ieder jaar betalen we nu 27 miljoen uit eigen middelen om te zorgen dat mensen die in de bijstand zitten een, een uitkering kunnen krijgen. Ja, dat, dan zouden we dus meer eigen middelen hebben om bijvoorbeeld. Ik had gisteren uh, een gesprek met basisschool uh, de Triangle uit Schilderswijk. Ja, die uh, wilde het meeste de Bruinplein graag opknappen. Dat wil de gemeente ook. Maar dat zal pas over een paar jaar gebeuren. Want we moeten alles op het moment doen dat er weer geld uh, beschikbaar is. Ja, dan ja. Het zijn dat soort dingen die uh, dan toch in, uh, in de knel komen en die dan wel zouden kunnen. Dan nou, kan het natuurlijk ook zijn als we een beetje kijken naar uh, de nu formerende partijen. Dat op het moment dat de gemeenten aankloppen en zeggen, hé hey, we hebben echt, echt extra geld nodig om nou, mensen in de bijstand al dat soort dingen, zorgtaken op ons te nemen. Dat dan een partij als de PVV zegt, dat is prima, dan uh, kap je een keer met die kunst- en cultuuronzin. Dan laat je dat amaren uh, uh, voor wat het is. En dan heb je extra geld over wat je aan al die uh, arme mensen die in de bijstand zitten, de hardwerkende Nederlanders die niet eens rond kunnen komen. Ja, dat zegt de PV en de, deze raad ook. Hè. En, uh, niet alleen met kunst en cultuur. Ook wel met andere zaken zouden zij zeggen. Stop ermee. Uh, ja, dat, dat zou kunnen. Ik denk zelf dat er heel veel mensen genieten van kunst en cultuur. Dat dat een belangrijke rol speelt. En dat dat geldt voor iedereen in de hele stad. En juist uh, wat we doen als gemeente. zorgen dat ieder stadsdeel een cultuuranker heeft. Om cultuur ook dichtbij en passend bij de mensen in de wijk te brengen. Ja, dat zou ik echt ne, never nooit stoppen zelf. Maar uh, goed. Ook niet op het moment dat je een te we weinig geld hebt. Zingen. Uh, op, op, op het moment dat je te weinig geld hebt voor uh, dus inderdaad de, de zorgtaken, de, de nou ja, b, een, opknappen van een plein van een basisschool, op het moment dat daar geen geld voor is, dan alsnog moet er geld blijven gaan naar die cultuurankers. Nou, wat je, wat je nu ziet is dat uh, het lijkt alsof we nu 100% geven aan cultuur wat we zouden willen. De cultuursector heeft zelf laten uitrekenen dat ze 19 miljoen uh, eigenlijk meer. Zouden moeten krijgen. Dus daar structureel. Dus daar zie je al. Nou ja, dat is een voorbeeld waar wij. En er is nu ook 2 miljoen bijgekomen. Er is, bij er is 2 miljoen bijgekomen, maar waar veel uh, partijen ook zeggen. Ja, we vinden eigenlijk nog niet eens dat jullie dit zo gek onderbouwd hebben. Maar waar moet het dan vandaan halen? Want inderdaad, die basisschoolpleinen... De baasscholen moeten ook gewoon blijven vernieuwen. Uh, moet je ook nieuwe basisscholen kunnen zetten. Uh, je, je moet de wegen. Dus uh, nou ja, hier de tegels in de buurt. Moet je ook kunnen uh, vervangen. Dus we maken dat soort keuzes eigenlijk al. En wat, we nu, wat nu wel echt nieuw is, is dat we het zo expliciet laten zien. Joh, 16, we komen nu al 16 miljoen uh, tekort. En eigenlijk zit er nog, is dat het topje van de ijsberg wat er nog onder zit. Ja. Want zijn er nog dingen? We hadden net even over eventuele belastingenverhogingen die je zou kunnen doen als gemeente. Um, zijn er nog andere manieren om aan geld te komen? Of dingen die je, die je zou kunnen laten, zeg maar, in de begroting? En dan niet de, de nou ja, alle zorgtaken en dat soort dingen die je van het Rijk moet doen, zoals Hart van Den Haag dan voorstelde. Zijn er andere dingen die je waar je op zou kunnen bezuinigen? Nee, want over die, die wettelijke. Dat zijn wettelijke taken die we gekregen hebben met te weinig geld. Dus. Dus uh, ja, we hangen echt wat dat betreft met onze, even een net woord, met onze testicles aan de waslijn. En deze ijzige wind te, te drogen. Want we moeten ze uitvoeren. Uh, en tegelijkertijd uh, krijgen we er niet het geld voor. Dus dan moet je inderdaad gaan kijken naar andere uh, zaken. En dan kom je op wegen of kaders. Nou ja, zou je de kaders niet willen vervangen? Of het riool niet willen vervangen in Den Haag? Met, met alle problemen van die? We zitten, juist omdat we zo dicht zitten bij de inwoners van Den Haag. Als, als lokaal bestuur, zitten wij uh, echt het meest in de klem. En het, uh, ik snap dat ze bij de landelijke overheid en ook bij de formerende partijen heel veel zaken hebben die ze moeten oplossen. Ze hebben, uh, nou, er zal echt iets meer moeten gebeuren aan de, aan de opvang van uh, migranten om uh, die schande van Ter apel te voorkomen. Ja. De, dat lijkt me ook dat er iets moet gebeuren. Uh, de mensen in Groningen moeten fatsoenlijk gecompenseerd worden. We hebben toeslagen die nog steeds niet afgehandeld, fatsoenlijk afgehandeld. Ze hebben genoeg op hun bord liggen. Stikstof. Uh, en ik ben wel bang, zeker bij deze vier partijen, dat zij niet echt gaan denken: God, die gemeente, die moeten we eigenlijk eerlijk geld geven voor wat ze doen. Daar ben ik wel echt bang voor. Ja. Wat hebben jullie uh, een, een beetje gevoel hoe de wind erbij hangt in het, het, het andere Den Haag, zeg maar? Um, nou, iedereen. Uh, snapt vrij snel wat het probleem is. Mm -hmm. Ook bij de vorige coalitie zaten bijvoorbeeld bij de ChristenUnie en CDA echt wel mensen die uit de lokale politiek kwamen en wisten wat dat er echt wel een, een probleem was. Maar nogmaals, ook zij zitten, ja, zij zitten met, met verschillende hete hangijzers en uh, ja, de gemeente klinkt dan een stuk minder. Uh, concreet dan uh, de boeren die uitgekocht moeten kunnen worden? Ja, maar is er is ook als, als, want het wordt uh, vanuit een heleboel gemeenteraden in het land uh, deze oproep ja. nu gedaan. Ook ja. dus vanuit partijen die nu uh, daar aan tafel zitten. Ze zijn nu geloof ik eerst nog een paar dagen bezig met uh, de grondrechten. Kijken wat ze daarmee gaan doen. Maar uh, er zal een punt komen dat het ook over financiën gaat. Uh, Hebben jullie een beeld van? Of de, bijvoorbeeld de Haagse VVD-fractie, de Haagse PVV-fractie, ook een beetje hun, hun in, invloed uh, bij die landelijke kopstukken? Aanwenden. Nee, en dan is er ook eigenlijk. Uh, ja, de de PV zou misschien een andere oplossing kiezen. Hè? Ook als je hen, hun verkiezingsprogramma leest, dan wordt dit probleem niet erkend. Uh, de VVD heeft denk ik met hun marktwerking, denk ik ook voor een groot deel uh, mee, trouwens, nooit alleen, hè, altijd met andere partijen, uh, de, dit efficiëntie denken in een korting vertaald voor, uh, voor de gemeente. Dus daar zit wel denk ik de. Die zouden historisch het meeste uh, verantwoordelijkheid moeten voelen. Ja, en tegelijkertijd is het wel een, uh, echt een onafhankelijke fractie van de Haagse WVD-fractie. Dus ik weet, uh, ik weet niet of uh, mijn collega Lotte van Basten-Batenburg daar nu de deuren plat loopt om te zeggen. Ik weet wel dat Lotte van Basten-Batenburg ook vindt dat het Rijk fatsoenlijk moet betalen aan uh, de gemeente. Dat, uh, dat, dat weten we nu wel. Want ze heeft mee voor die motie gestemd. Maar dat, uh, ja... Uh, ik, dat dat uh, is nee, ook een beetje aan haar. Ja, nee, Ik, precies, bedoel, ik laat het weten aan de GroenLinks uh, mensen die over financiën gaan. Uh, ja, maar die zitten helaas niet aan tafel. Die, die, zitten, die zitten niet aan tafel, nee. Dat is mij ook opgevallen. We gaan, het, we gaan het zien op welke manier dit uh, gaat gebeuren. Ja, laten we hopen dat dat geld er toch extra uh, komt voor 2026. Dat zou fijn zijn als de gemeente wel zijn taak kan blijven doen. Ja. En uh, we blijven het in de gaten houden. Uh, Maarten de Vuist, heel erg bedankt voor het in de studio komen. Kom, ook bedankt.